Goedenavond, Charlie. We zitten hier op het Ladeuzeplein in Leuven. Jij bent nu Miss Top of the World Belgium. Dat klopt, ja. Wat houdt dat eigenlijk in? Miss Top of the World is eigenlijk vooral toegespitst op charity. Dus ze staan er echt op dat de missen zich inzetten voor het goed doel. En ze geloven ook dat mooie vrouwen de wereld kunnen veranderen. Dus beauty is natuurlijk ook een belangrijke factor. Dat vind ik wel een leuk idee, eerlijk gezegd. Nu, die charity, wat houdt dat juist eigenlijk in? Dat is voor elk meisje persoonlijk eigenlijk. Ik persoonlijk ben naar Poverello hier in Leuven gegaan, omdat ik vind goede doelen die kunnen ook dichtbij zijn. Soms kijken we niet verder dan onze neus lang is. En hier in Leuven hebben ze een heel mooi initiatief, Poverello, dat eten geeft aan mensen die eigenlijk niet zo de financiële middelen hebben om elke dag inkopen te doen en eten klaar te maken. En voor een heel laag tarief geven ze die mensen dus een heel goede maaltijd. En ik ben daar eventjes gaan meehelpen in de keuken, omdat ik het een zeer mooi initiatief vind. Dus je hebt de handen uit de mouwen gestoken? Ja, inderdaad. En concreet, wat heb je dan gedaan? Ik heb dus meehelpen koken bij de maaltijd. En ik heb dan ook de mensen de maaltijd aangeboden. Dus het eten op het bord leggen en dan de mensen bedienen. Oké. Ja, je gaat al veel voor het goede doel gewerkt hebben, voor je naar de finale gaat al. Ja, dat klopt inderdaad. Nu, die finale, die is wanneer juist? De wedstrijd die begint 13 november en de finale zal 17 november zijn. En wat houdt die finale dan eigenlijk in? Want zo'n internationale finale is misschien wel anders dan hier in Belgische bijvoorbeeld. Eigenlijk is het concept van een misverkiezing altijd hetzelfde. Dus we hebben een bikini-defilé, we hebben een gala-defilé, we hebben een interview bij de jury. Waarschijnlijk gaan er ook dansjes aan te pas komen. Dus ja. Waarschijnlijk zal het wel heel intens zijn, want ben je een week voor die finale al hinder? Ja, dus het begint 13 november, dus we zijn een week daar. Dus dan zal je waarschijnlijk die choreografie al moeten inoefenen en zo. Ja, dat klopt. Ik heb dus het schema al bekeken en het is elke dag oefenen, maar het valt nog mee. Ik heb al erger meegemaakt. Heb je al een indruk van je mede-finalisten kunnen krijgen? Nee, eigenlijk totaal nog niet. Ik heb wel al op de website gekeken, maar er zijn nog veel foto's die nog niet onthuld zijn. Oké, dus dat blijft eigenlijk nog wel spannend dan. Ja, het is inderdaad nog spannend. Nu, er wordt nog een andere verkiezing mee georganiseerd. Dat is daar Mrs. Top of the World. Dit is Miss Top of the World. Wat zijn eigenlijk daar de voorwaarden om mee te doen? Miss Top of the World, daar mocht je eigenlijk aan meedoen als je getrouwd bent, kinderen hebt. Dus het is eigenlijk een heel breed spectrum. Ja. En is dat niet leeftijdsgebonden dan? Ja, het is ook leeftijdsgebonden. Maar dus natuurlijk de Miss, dat is een iets jongere categorie dan de Misses. En die finale, waar vindt die nu plaats? In New Delhi in India. Prima, dat ziet er dan wel echt heel goed uit voor jou. Verwacht je te winnen? Ik denk dat je nooit mocht verwachten dat je gaat winnen. Zeker niet internationaal, want er zijn natuurlijk heel veel meisjes die meedoen. De knapste van elk land, als we het zo mogen zeggen. Dus daar mag je eigenlijk nooit van uitgaan. Ik ga echt om vriendschappen op te bouwen en om een mooie ervaring er weer bij te hebben. Oké, super. Ik wens je nog een heel fijne periode toe tot dan en een fijne finale, Ginder. Dank je wel.